En welkom in mijn keuken. Vandaag laat ik jullie zien hoe ik een focaccia maak. Een heerlijk Italiaans brood, lekker voor bij de borrel met een beetje pesto of gewoon zo. Nou, wat heb je allemaal nodig? Bloem, gist, water, zout, olijfolie, basilicum, tomaatjes en wat polenta. Nou, het recept met de exacte hoeveelheden staat op mijn website. En een link hier naartoe vind je in de beschrijving onder deze video. Laten we beginnen. Ik begin allereerst met het water. En dit is handwarm water. En de reden dat ik handwarm water gebruik is omdat dat het gist meteen lekker actief maakt. Nou, ik doe het zakje gist bij het water. En ik zorg dat ik alles meepak. Want het gist gaat ervoor zorgen dat we een lekker luchtig brood gaan krijgen. Nou, om alle gist goed te mengen met het water, pak ik er een lepel bij en roer ik dit door. En als je dat hebt gedaan, kun je het aan de kant zetten en doorgaan met de rest van de deeg. Ik pak er een grote kom bij, groot genoeg om alles in te kunnen mengen. En doe hier eerst de bloem in. En ik gebruik gewoon witte bloem. En ik hou ook nog wat achter om straks te bestuiven op het werkblad, zodat het niet overal aan gaat plakken. Ik heb dit overigens ook al op smaak gebracht met een beetje zout. En ik doe er nu ook wel vast wat van de olijfolie in. En dat zorgt ervoor dat het brood straks lekker een bruine kleur krijgt tijdens het bakken. Nou, dan mag het water gistmengsel erbij. En ik begin met het roeren met de lepel. Het kan ook met je handen, maar ik vind het nu nog een te nat mengsel. Dus totdat het niet meer gaat, roer ik met de lepel. Nou, dat is ongeveer nu, na een half minuut mixen. En zoals gezegd, heb ik wat bloem achtergehouden om hier mijn werkblad mee te bestuiven. Nou, gebruik niet te veel, anders krijg je nogal droog brood. Dus gewoon een klein beetje. Nou, bestuif dat op je aardigblad of op je werkblad, waar je ook lekker gaat kneden. Doe ook wat op je handen, zodat niet alles meteen aan je handen plakt. En stort de deeg op je aanrecht. Nou, we gaan dit nu lekker kneden met de hand. En dit is om de gluten in het deeg te activeren. En die gluten zorgen ervoor dat het lekker elastisch wordt, lekker luchtig. En niet dat je een zwaar, dik, stevig brood krijgt, maar gewoon lekker luchtig. Nou, maak af en toe je handen nog wat stroever met wat bloem als dat nodig is. En kneed lekker door. Nou, dat kneden kan echt wel zo'n 5 minuten in beslag nemen, want we willen dat het lekker elastisch wordt. Ik gebruik hiervoor de muis van mijn hand en ik druk en duw het deeg eigenlijk van me af, naar je toe en van je af. En gooi je gerust al je gewicht in de strijd. Dat deeg dat kan best wel wat hebben. Nou, maak alles leeg op je aanrecht. Doe alle bloem erbij, zodat je uiteindelijk een mooi schoon aanrechtblad overhoudt. En hoe je kunt zien of het brood goed is, of dat je deeg goed is, is dat het lekker elastisch wordt. En dat probeer ik je hier te laten zien. Als je erin drukt, dan veert het een beetje terug. Of als je er een beetje in knijpt. Je ziet gewoon dat het elastisch is en dat het terugveert als je ermee bezig bent. Kijk, hier kun je dat goed zien. Nou, dat betekent dat het deeg goed is. Kneed het nog een laatste keer lekker door. Voordat ik er een mooi bolletje van maak. En dan is het alweer klaar om het te laten rijzen. Nou, je kunt het in de kom doen met een vochtige doek eroverheen. Maar wat ik net zo makkelijk vind is om dat op het werkblad te doen. Dus ik strooi nog wat extra bloem. Leg hier het bolletje deeg op. Nou, nog een klein beetje bloem eroverheen om ervoor te zorgen dat het echt niet gaat plakken. Want het gaat behoorlijk uitzetten als het goed is. Kom eroverheen en lekker laten staan. Na 45 minuten ziet het deeg er zo uit. Het is behoorlijk veel groter geworden en ook de textuur is veranderd. Het is een soort zacht en luchtig en ja, het is gewoon een heel ander deegje dan 45 minuten geleden. Nou, het is dan nu ook klaar om in de vorm te gaan doen. En ik gebruik hiervoor een glazen schaal. Je kunt het ook gewoon op de bakplaat bakken. Maar deze schaal is eigenlijk de perfecte maat voor deze hoeveelheid deeg. Dus dat gebruik ik.
En om ervoor te zorgen dat het deeg niet aan de schaal plakt, strooi ik er wat polenta in. Nou, polenta of maïsmeel kun je gewoon in de supermarkt kopen. Kan je het niet vinden, dan kun je ook gewoon wat olijfolie in de vorm doen. Of desnoods een bakpapiertje op het bakblik. Maar net wat je gebruikt. Nou, ik gebruik dus een beetje polenta. Gebruik ook weer niet te veel, anders krijg je zo'n dikke polenta korst. En leg hier het deeg in. Nou, stretch dat een beetje uit. Je hoeft het niet nog een keertje door te kneden. Vorm het gewoon naar hoe jij je brood wil hebben. Niet te dik, een mooie rechthoek. Nou, wat vervolgens belangrijk is, is dat je er lekker wat olijfolie op doet. Dit trekt in het brood, dit maakt het lekker sappig. En ik smeer het dan ook even goed in. En vervolgens maak ik er gaatjes in met mijn vinger. Dat is eigenlijk het karakteristieke aan een focaccia. Ja, een soort van die textuur met wat dunnere stukjes en wat dikkere stukjes. Dus maak gelijkmatige gaatjes of holletjes met je vingers. Nou, als je dat hebt gedaan, dan kun je het vullen met van alles wat je lekker vindt. En ik heb ervoor gekozen om dat te gaan doen met tomaatjes en met wat basilicum. Nou, ik ga eerst de tomaatjes snijden. En ik gebruik een soort wat grotere cherry tomaat, maar nou, alle tomaten zijn eigenlijk wel goed. Ik haal de kroontjes eraf en nou, ik snijd ze ongeveer in vieren. Snij ze ook niet te groot, want ze laten best wel wat vocht los. En als je grote stukken tomaat in het brood doet, dan krijg je hele natte plekken in je brood. En dat is niet lekker. Dus gewoon in vieren en vervolgens ga ik wat basilicumblaadjes plukken. Nou, ik heb hier een plantje, maar je kunt ook gewoon een bakje kopen met wat verse basilicumblaadjes. Dus pluk gewoon af wat je denkt nodig te hebben. En dan ligt je vulling klaar. Nou, wat ik vervolgens doe, is de wat grotere blaadjes wat kleiner scheuren. Zoals je hier kunt zien. Ik pak een stukje tomaat, dat leg ik erop. En dit hele spulletje, zeg maar, duw ik in het brood. En dat mag je helemaal tot op de bodem duwen. Dus dat hoef je niet voorzichtig te doen. Duw het maar lekker in dat brood. Nou, je kan het zo vol stoppen als dat je zelf wil. En uiteindelijk ziet je brood er dan dus zo uit. Lekker gevuld. En klaar om voor een tweede keer te gaan rijzen. Nou, ik doe dat door er een theedoek overheen te leggen. En op een lekker warm plekje te zetten. En dan is het weer 45 minuten wachten geblazen. Je brood ziet er dan ongeveer zo uit. Het is weer lekker dik geworden en flink gerezen. Nou, en voordat we het dan in de oven doen, doe ik er nog een snufje zout op. En indien nodig, als het een beetje droog is, kun je er ook nog wat olijfolie op doen. Maar ik vond dat niet nodig. Nou, ik gebruik overigens knoflookzout. Dat had ik nog staan. En nou, ik ben gek op knoflook. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon zout gebruiken. Of je ziet tegenwoordig ook wel rozemarijnzout, dat soort dingen. Nou, klaar om in de oven te gaan dus. Na ongeveer 20 minuten bakken ziet je focaccia er zo uit. Prachtig bruin gebakken, ook niet te donker. En nou, wat nu ook weer belangrijk is, is dat we nog wat olijfolie gaan toevoegen. Ja, het is een lekker olieachtig brood. En dat slurpt de focaccia helemaal op en dat maakt hem zo heerlijk zacht en fluffy en nou, gewoon lekker. Laat hem even afkoelen voor je hem uit de vorm haalt. Presenteer hem op een plank en je zelfgemaakte focaccia is alweer klaar. Nou, bedankt voor het kijken en tot snel!